Je bent bij Rabobank komen werken. Toen zaten er volgens mij geen vrouwen in de top. En nou, sinds, ik denk nu een klein jaar wel. We hebben nu in 2 jaar tijd zijn we van 5%, het was niet helemaal niks, 5% in de top 50. Ja. Zijn we nu op 25%. En dat is in 2 jaar tijd, moet je nagaan. Dat is eigenlijk. Ja. En het voelt niet alsof het nou een onnatuurlijke inhaalslag was. Het is gewoon bij iedere benoeming. Kijken naar, hebben we daar ook een divers talentaanbod en kunnen we misschien hebben over de merites, de kwaliteit en gewoon benoemen kwaliteit. Dus ik heb ook het idee dat we met de benoemingen een versterking van die top hebben gekregen. Mm-hmm. Heb je zelf wel eens een vrouw als baas gehad? Ja, in de tijd van McKinsey veelvuldig, want daar was gewoon een rijke diversiteit. Maar baas is daar niet het concept. Ik geloof ook niet zozeer in het concept van baas, maar... Je had dan gewoon een team waarbij iemand met meer ervaring een vrouw was. En ik als jongeling nog heel veel kon leren. En dan, ja, het gaat prima. Het is buitengewoon prettig en stimulerend. En het is veel leuker dan als iedereen maar gewoon een stropdas aan om heeft en een grijs pak draagt. Dat is ook grappig. Dat is ook een dimensie die ik vaak benadruk. Van God, het is toch ook gewoon veel leuker. Ja. Ja, met jongetjes en meisjes samen, zeg maar. Ja. Dus, dat is ook zo. Die verschillen in persoonlijkheden die komen gewoon makkelijker tot z'n recht als je vrouwen erbij hebt dan mannen alleen. En kun je dat benoemen? Als je naar een tafel van talentvolle vrouwen die een probleem oplossen luistert, dan denk je, als man denk je, die hebben gewoon geen idee wat daar speelt. Die stellen alleen maar vragen. Wie heeft hier het antwoord? En dan kijk je naar een tafel van mannen en die brullen de ene antwoord naar de andere. Het is meer een gevecht over wie heeft het goede antwoord. En als je dan naar het resultaat kijkt van waar ze komen, dan zie je dat die tafel van vrouwen kwam eigenlijk veel verder, veel sneller. Je merkt ook dat het vrouwen trekken ook weer vrouwen aan. Hè? Dus het werkt ook als een magneet. Ja. Weet je, ik merk dat zelf ook. En ik ben ook gewend dat mijn teams zijn altijd 50-50, man-vrouw. Ik heb nu voor het eerst gegeven leiding aan een team waar nu 60% vrouw is. Dus dat is weer een andere uitdaging. Dus dan gaat op een gegeven moment, het is ook echt zo. Weet je, dan gaat het ook vanzelf. Dan moet je inderdaad gaan opletten van dat het niet de andere kant op doorschiet. Ja. Ik merk ook een ander ding. Want ik haal ook best vrouwen van buiten binnen. Dat als je als bedrijf een sterke missie hebt. Waar je bij mannen nog wel eens een gesprek hebt over carrière, salaris. Overige arbeidsvoorwaarden, rollen, verantwoordelijkheden, hiërarchie. Heb je bij vrouwen een ander gesprek. En dat gesprek ligt ons eigenlijk beter als coöperatieve bank. Hebben het heel vaak over wat willen we eigenlijk bereiken als we laten groot zijn. Wat is onze bijdrage aan de maatschappij? Hoe kunnen we een positieve invloed? En die journey kant van de propositie is eigenlijk voor het segment vrouwen waar ik dan mee spreek buiten de deur. Belangrijker om hier naar binnen te komen dan arbeidsvoorwaarden, hiërarchie, advancement en dergelijke. Dus ik denk dat je ook in de zoektocht moet je het ook gewoon gebruiken als je dan iets hebt wat daar in die lijn ligt, gebruik het. Want het slaat daar ook beter aan. By the way, wij willen dat. En ik heb gemerkt dat ook vrouwen van buiten, goede vrouwen, zijn dan bereid om een hele onzekere sprong te wagen. Omdat ze dat juist zo aantrekkelijk vinden. Je bent de voorloper. Ik mocht je geen voorbeeldman noemen. Dus liever niet. Liever niet. Ik ken nog veel te veel van de beperkingen om het een voorbeeld te noemen. Maar je bent voorloper. Ook met de Rabobank geef je er actief invulling aan. Maar voorlopers, ja, die roepen vaak ook weerstand of verzet op. Is dat bij jou of bij de Rabobank ook het geval? Nou, dit onderwerp was best lastig in het begin. Omdat je toch wel, ja, ze weten dat ik ermee kom. Dus dan krijg je van nature een soort reactie op. Maar veel van het verzet is veel meer een subtiele vorm dan een expliciete vorm. En ik begrijp het ook. Want iedere vorm van verandering brengt ongemak. En dit brengt gewoon een vorm van ongemak. En dat hebben we allemaal gezien. Maar ik zie eerder dat mensen hebben 1 of 2 keer die ongemakkelijke reactie. Maar als ze dan zien van ja, dit is serious. Dan zijn ze ook heel snel geneigd om dan maar mee te... Dus je moet even door die fase heen. Dus in dit geval vond ik het verzet eigenlijk heel functioneel en begrijpelijk en subtiel dan expliciet en op de foute gronden en volhardend. Ja, je moet er gewoon even doorheen. Ik zelf ook bij verandering. Ik voel ook verzet tegen verandering. Daar moet je even overheen en dan is het veel lekkerder om in te stappen. Dus zelfs de meest vocale mannen uit die tijd zijn nu aan voorlopers in de verandering die we hier in gang zetten. En dat is mooi.
Dus ik heb liever wel verzet dan geen verzet. Want dan weet je waar het zit. Dan kan je erop acteren, dan kan je ermee aan de slag. Het helpt. Want jij vroeg in het begin van wat zie je de waarde van vrouwen brengen in de teams hier. En ik denk dat ik ook wel gemiddeld genomen vrouwen positiever waardeer dan mannen bij gelijke omstandigheid. Dat klinkt als discriminatie. En dat ga ik nu toelichten. Want ik ben met mezelf in gesprek gegaan van ja, waarom? Wat zie ik nou dat, dat ik bij een gemiddelde tevreden mannenpopulatie niet zie? En ik realiseerde me dat toen ik vertelde over een ander initiatief wat ik doe op het gebied van diversiteit. En dat gaat over allochtone achtergronden. Ook in de Rabobank zijn we daar eigenlijk ondervertegenwoordigd als je kijkt naar de samenleving waar we zitten. En ik heb een initiatief waarbij ik met 10 succesvolle Marokkaanse leiders in gesprek ben over wat hun succesvol gemaakt heeft. Met als doel om hun nog succesvoller te maken. En dat heb ik herhaald met een groep van Turkse leiders. En dan heb je gewoon avond aan avond dat je met elkaar in gesprek bent over wat heb jij nou meegemaakt en hoe ben je hier gekomen en hoe kan ik je helpen om nog weer verder te komen. En binnenkort heb ik mijn eerste ronde met Surinaamse leiders. En mijn enige commitment aan die, ik doe dat dan 1 keer per kwartaal of 1 keer per half jaar met zo'n groepje, is jullie moeten succesvoller, want de beste bijdrage aan dit diversiteitsvraagstuk is als jullie succesvoller zijn. Mm-hmm. Waarom kom ik op het punt van vrouwen? Als je die verhalen hoort, dan zijn dat vaak verhalen van mensen die hun leven lang hebben moeten knokken om te komen waar ze zijn. En dat zie je gewoon in alles. Mm-hmm. En ik denk dat ik ook, realiseer ik me deze week, ik kijk met eenzelfde blik naar vrouwen, want die zijn gemiddeld genomen meer tegengewerkt dan mannen bij gelijke carrières, mm-hmm. bij gelijke ontwikkeling, bij gelijke groei. En dat maakt dat je gewoon meer alert, je bent meer bewust bezig met performance en ontwikkeling en groei. En dat is a good thing. En ik denk dat ik daarom, als ik zomaar 5 mannen, 5 vrouwen naast elkaar zou zien, dat ik gemiddeld geneigd ben om te zeggen, daar zit mijn voorkeur. En dat ze er uiteindelijk meer voor hebben moeten doen en dat it shows en it tells. Ja, maar dat en het is de cultuur die ik wil. Mm-hmm. Van eigenlijk permanente groei en ontwikkeling. En daar zijn die vrouwen dan eigenlijk hun hele leven al mee bezig. Terwijl veel van die mannen zijn natuurlijk gegroeid in een omgeving waarbij je een aantal jaren in de baan en dan word je weer een zekere gemakzucht. Mm-hmm. En ik weet dat het een vreselijke veralgemenisering is. Maar ik denk dat als je al die patronen dan op elkaar legt, ik denk dat er toch iets zit. Er zit iets van een... Nou ja, jij hebt je leven lang in zekere zin ook net iets extra's moeten knokken. En dat wilde niemand je aandoen, maar je hebt het wel gedaan. En daarom zit daar gewoon een meer afgetrainde persoon die in principe in performing sense beter in staat is om te performen voor gelijke functies dan anderen. Weet je dat, het me ontroert? Echt, zeg, het ontroert me serieus. Want? Nou, ik denk dat je echt gelijk hebt. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk. Het ontroert me echt. Dus waarom? Dat. Nou, omdat je natuurlijk. Omdat je je leven lang geknokt hebt. Ja. 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 Maar het is een good thing. Is ook echt zo. Ja. Ja. Weet je, het is ontzettend waarderend en erkennend als je dat dan zo formuleert. En tegelijkertijd kan ik ook zo. En dat is ook wat, moet zeggen, deze topvrouwtitel wel met mij doet. Daardoor praat ik natuurlijk toch ook weer meer met jonge, talentvolle vrouwen. Weet je, en zij, weet je, ik eigenlijk, het heeft zijn goede kant, dat formuleer je net. Maar ik gun het ze ook niet, dat ze zo moeten knokken. Weet je, en het is nog steeds zo. Er is echt, het is een van mijn eye-openers van nou ja, dit afgelopen half jaar. Er is nog niets veranderd. Er komt een generatie meisjes en jonge vrouwen aan. Die zijn met meer zorg en meer aandacht op dit onderwerp behandeld. Die zijn aantoonbaar beter. Hè? Dus die halen betere schoolresultaten. Die zijn betere studenten. Bij de toelating van medicijnenopleidingen zijn er meer vrouwen dan mannen. Die doen het gemiddeld beter. Die halen betere studieresultaten. Die komen binnenkort op de arbeidsmarkt. Die verdrukken voor een deel dit probleem. Maar het duurt heel lang. Het is a long, long way. Ja, en ze komen eraan. Ik ben blij dat jij er zo optimistisch over bent. Ik hoop het. Wat ik ook hoop is dat er een dag komt waarbij waarbij de struggle matters. Mm-hmm.
En jullie hebben dan de struggle die we net besproken hebben. Die allochtone ondernemers hebben de struggle die zij. Ja. En wij worden als land veel en veel beter als er mensen aan de top komen die de struggle hebben geleefd. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik las in de zomervakantie vorig jaar het boek van Nelson Mandela. Mm-hmm. En dan denk je, ja, dat is een soort afgod. Mm-hmm. Heb je het boek gelezen? Ja. Het is een gewoon mens. Ja. Maar zijn succes wordt eerder gedefinieerd doordat hij zijn leven lang de struggle, hij noemt het ook de struggle. En als je maar de struggle doorleeft en iedere keer weer op dat moment terugvalt op waarom ben ik hier en wat wil ik doen. De struggle geeft je richting. Ja. En ik denk dat daar een soort onverholen kracht zit. Die gaan we gewoon kunnen gebruiken het komende decennium. Ja.